Attractiepark Walibi ontvangt voor het eerst weer bezoekers. Alles met inachtneming van de coronamaatregelen natuurlijk. Maar er kan weer een beperkt aantal bezoekers naar binnen. 11 ondernemers in Lelystad willen dat er snel een einde komt aan de praktijken van een lokaal administratiekantoor. Ze zeggen stuk voor stuk dat ze door de eigenaressen van het kantoor voorgelogen en financieel benadeeld zijn. En we kennen haar normaal gesproken van de modder en de zandweggetjes. Maar Manon Bakker uit Zwifterband verruilt het veldrijden deze zomer voor de weg. Ze heeft getekend bij een nieuwe Belgische ploeg. Het is maandag 25 mei. Dit is Flevoland. Goedenavond. Weken later dan gepland opende attractiepark Walibi Holland vandaag weer de deuren. Het park in Biddinghuis is de afgelopen periode corona-proof gemaakt. En dat betekent onder meer dat er maar een beperkt aantal dagjes mensen naar binnen mag. Het is klokslag 10 uur als de hekken opengaan. Een lange rij trouwe pretparkfans kan niet wachten om naar binnen te gaan. We mogen weer, eindelijk, na 8 maanden of zo. Hoe voelt het? Ja, echt enorm goed. Ja, het is mijn home park, dus ja, ik ben echt heel blij mee dat, dat het eindelijk weer open gaat. Dat we de achtbanen kunnen doen. Ja, wel echt blij. Gewoon van yes, eindelijk weer naar Walibi toe. Direct gereserveerd toen het kon? Ja, eerste dag. Ja, ja. En waarom? Ja, we hadden er gewoon zin in. We te lang gewacht, dus ja. We kunnen weer. Het park kan je alleen bezoeken als je gereserveerd hebt. Op de bonnen voor je bezoek brengen zit er niet meer in. En ook het wachten voor de attracties is anders. Je staat nu met je telefoon in de rij. Een virtuele wachtrij. Je meldt je aan als je in Untamed wil. Dan krijg je een seintje wanneer het jouw beurt is om in te stappen. Hoef je dus niet in een wachtrij te staan, maar loop je door het park. En als je Untamed gedaan hebt, dan meld je weer aan voor Goliath of wat je wil. Dus, en dat is echt perfect. Dat hebben we uitgebreid getest. Dat gebruiken we ook al met Halloween. En nu is dat gewoon gratis voor gasten om te gebruiken. Om te zorgen dat ze die 1,5 meter kunnen bewaken. Dat is belangrijk. Kijk, ik heb hier gereserveerd voor een tent. Daar heb je een kwartiertje en dan moet je daarheen lopen. En je kan ook voor andere attracties reserveren. Dus lekker doorlopen, denk ik dan? Ja, lekker doorlopen. Goed, even veel plezier. Ja, dank u wel. En bij de attracties wordt rekening gehouden met de afstand. De luidsprekers in het park helpen je eraan herinneren. Vandaag lekker hard gaan, maar blijf wel 1,5 meter bij elkaar vandaan. Veel plezier. Verder zijn niet alle stoelen in de karretjes bezet en staan de medewerkers achter ramen van plexiglas. Het is allemaal geen probleem voor de echte pretparkfan. Die is al lang blij dat hij weer een achtbaan in mag. Ik mag eindelijk weer een Untamed. Dat is mijn favoriete achtbaan. Ja, ik kon niet wachten toen ik las Walibi Holland gaat open. Oké, ik moet deze dag vrijvragen voor mijn werk. En nu sta ik hier. En hoe was het dan? Ja, eigenlijk is het gewoon... Je gaat naar boven met de lifthill en je gaat naar beneden. En dan vergeet je gewoon eigenlijk de wereld om je heen. Dat gevoel van eindelijk, dat overheerst bij de bezoekers. Ze hebben er lang op moeten wachten en sommigen moeten nog even wat langer wachten. En waar ging je als eerste heen? Ik weet het niet, want ik heb eerst nog online les zo. Dus dan ga ik eerst en dan ga ik pas reserveren. Eerst gewoon een school tussendoor? Ja, kan gewoon. Een aantal ondernemers in Lelystad luidt de noodklok over oplichtingspraktijken van onderneemster Aurora Doeven. De 11 ondernemers zeggen stuk voor stuk dat ze financieel benadeeld en voorgelogen zijn door de vrouw. Ze runde in het verleden een incassobureau en Doeven heeft vandaag de dag nog administratiekantoor AD-administratie in Lelystad. Ze wordt ervan beschuldigd dat ze als incassonet Lelystad BV voor verschillende bedrijven geld heeft geïncasseerd bij debiteuren, om dit geld vervolgens zelf te houden. Ondernemer Erik Ottens werkte ooit voor het incassobureau van Doeven. Ik haalde natuurlijk nieuwe opdrachtgevers binnen, dat waren dan ook bekende sommige van me. En zodra er inderdaad afdrachten gedaan moesten worden, dan werd er wel heel vaak gevraagd wanneer worden de betalingen gedaan, kan je erachteraan gaan. Ja, en toen was er wel een vraagteken inderdaad van dit gaat niet helemaal goed. Jerry van Zanen van Jefta Security werd voor tienduizenden euro's gedupeerd door Aurora Doeven. 4 november 2018 was ik door haar gebeld met de vraag of ik beveiliging kon leveren, want er was bij haar op de schans was er ingebroken. Een kwartier later stond ik bij haar op de stoep daar en toen heb ik vanaf 4 november tot 4 januari 2019 heb ik voor haar beveiliging geleverd daar. Omdat Doeven niet betaalde en haar beloftes niet nakwam, stapte Van Zanen naar de rechter. In april 2019 is ze veroordeeld tot het betalen van een bedrag van bijna 50.000 euro. Ook heeft Aurora Doeven met haar bedrijf AD-administratie voor verschillende ondernemers en privépersonen de administratie gedaan. Ze deden onze administratie zowel zakelijk als privé. Doordat de communicatie steeds minder werd en er veel beloftes werden gedaan, maar niks
kwam. En dan krijg je uiteindelijk een deurwaarder aan je deur van de Belastingdienst. Nathalie Bulow van administratiekantoor Admi Account in Lelystad heeft een aantal klanten overgenomen van AD-administratie van Aurora Doeven. Ze wist niet wat ze zag toen ze de boekhouding van de gedupeerden onder ogen kreeg. Ten eerste zijn er verkeerde belastingtechnische zaken aangegeven, zoals btw-aangiftes die niet kloppen, inkomstenbelastingaangiftes die niet kloppen. En momenteel zullen ze dus ontzettend veel moeten betalen aan de Belastingdienst. Want er komen allemaal naheffingen. Ja, naheffingen, boetes, rentes. Ook de tante van Aurora Doeven, Carrie, is opgelicht. Dat is een zakelijke geldlening geweest van 115.000 euro. Aurora Doeven werd in totaal 3 maal door een rechter veroordeeld tot terugbetaling van haar schulden. Ook in de zaak die haar tante aanspande, werd ze veroordeeld. Het is mijn pensioengeld wat nu in haar bezit is, wat ze van me afgenomen heeft, wat ze afgepikt heeft. Ik ben nu 62, bijna 63. Ik ga aan mijn prepensioen beginnen. Dus moet ik het verder uitleggen wat voor impact dat heeft. Dat is giga. Aurora Doeven wil niet in beeld, maar wil wel reageren op de beschuldigingen. Het is geen fraude, 1. Wat is het dan, diefstal? Ook niet. Geen van alle in het verhaal. Mensen vinden het blijkbaar nodig om dit te doen. Nou ja, prima. Maar is er dan een complot tegen jou gaande? Voelt dat dan zo? Nou, ik kan wel heel eerlijk zeggen dat het zo is, ja. Vanuit mijn gevoel. Na dit interview met Omroep Flevoland betaalt Doeven verschillende kleine schuldeisers en stort ze een bedrag van 35.000 euro op de rekening van Jerry van Zanen. De grootste schuldeiser, haar tante Carrie, doet ze een voorstel om de komende 3 maanden 1.000 euro per maand te betalen. Carrie Doeven heeft dit geweigerd omdat ze het bedrag te laag vindt. Ander nieuws dan. De Flevolandse politiek wil opheldering over het bericht van Follow the Money dat vervoersbedrijf Keolis heeft gesjoemeld bij de aanbesteding van een nieuw contract voor het streekvervoer in Flevoland, Overijssel en Gelderland en het stadsvervoer in Lelystad. Keolis zou aparte afspraken hebben gemaakt met Chinese busbouwers over gegarandeerde aankoop van hun elektrische bussen. Keolis zelf bevestigt dat er mogelijk onregelmatigheden in de contracten zijn ontdekt. Juristen kwalificeren die als frauduleus. Woensdag wordt de kwestie besproken in het provinciehuis. Het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder moet uitzoeken hoeveel het kost om het bosbad in Emmeloord te verbouwen tot een subtropisch zwembad. Dat wil de politieke partij Ons Noordoostpolder. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad is voor een opknapbeurt van het zwembad. Ons Noordoostpolder wijst op de uitslag van een enquête waaruit blijkt dat inwoners graag meer plezier willen beleven in het bosbad. Om een goede afweging te kunnen maken vraagt ONS om een doorrekening van het college met 150.000, 200.000 en 250.000 bezoekers per jaar voor een bosbad met een wildwaterbaan, een glijbaan, een bubbelbad en een golfslagbad. De lente van 2020 is nu al de zonnigste lente ooit gemeten in Flevoland. De weerstations Lelystad en Marknesse hebben al rond de 709 zonuren geregistreerd. En de meteorologische lente is nog niet voorbij, zegt weervrouw Diana Woei. Overigens verwacht ze dat deze meimaand de droogste wordt van de afgelopen 30 jaar in Flevoland. De coronacrisis slaat ook hard toe bij arbeidsmigranten. Uit zijn bureau Marto Flexwerk in Emmeloord heeft normaal gesproken zo'n 450 arbeidsmigranten voor zich werken. Nu zijn dat er 150 minder. De meeste die in Nederland waren, zijn hier gebleven. Ze hebben hier hun bron van inkomsten. En natuurlijk zijn ze bezorgd over hoe gaat het met het thuisfront. Hoe gaat het met familie en vrienden. Alleen terugreizen naar het thuisland, ja, daar ligt toch wel een drempel. Arbeidsmigranten werken in de land- en tuinbouw, in fabrieken en in de transportsector. Er is wel minder instroom van arbeidsmigranten en er is op dit moment ook minder werk. Wij hebben zo'n 150 mensen minder aan het werk dan vorig jaar rond dezelfde periode. Wij hebben bij benadering zo'n 50 flexkrachten dagelijks. Dat noemen wij op de bank zitten. En dat betekent dat ze wel bij ons in de huisvesting zijn, alleen geen werk hebben. Er worden geen arbeidsmigranten weggestuurd. Ontslaan doen wij niet. Kijk, wij hebben een kerngroep van een aantal mensen die bij ons in vaste dienst zijn. Dus dat zijn uitzendkrachten in vaste dienst. Dus daar hebben we ook een loonbetalingsverplichting mee. We werken met garantieurencontracten.
En we hebben natuurlijk het ouderwetse uitzenden, noem ik het maar. En wij proberen de mensen ook door te plannen dat wanneer iemand 2 of 3 dagen op de bank zit, dat er dan gewisseld gaat worden bij een klant. Zodat iedereen aan het werk is en af en toe thuis zit. Thuis kan een eigen woonruimte zijn, maar is ook vaak een kamer die wordt gehuurd in een zogenaamd polenhotel. De RIVM-regels worden daar volgens Robert Nijboer van Martoflexwerk goed uitgelegd. Mondeling en via pamfletten in meerdere talen. Nou, we zien hier een uitleg voor onze Poolse flexwerkers. Waar ze zich aan moeten houden. De regels waar ook wij als Nederlanders ons aan moeten houden. Op de grond hebben we diverse stickers aangebracht. Om de 1,5 meter te waarborgen. We hebben een eetzaal waar ze wel mogen eten. Alleen die hebben we wel afgebakend. Op inschrijving van tevoren kunnen ze aangeven hoe laat ze willen eten. In totaal mogen er 5 mensen zitten. Door de maatregelen kunnen er minder mensen verblijven. Op dit moment hebben we of stellen / familie op de kamer zitten, of we hebben mensen alleen op een kamer zitten. Overal in het gebouw wordt op de regels gewezen. Nou, ook hier weer stickers en overal maatregelen die ze moeten volgen op de douches, toiletten, handzepen in de toiletten. De klinken worden elke dag schoongemaakt. Dan gaan we hier naar boven. De kamers zijn zo'n 20 vierkante meter groot. Er staan een kast, koelkast, tv en 2 bedden in. Als de arbeidsmigranten niet aan het werk zijn, spenderen ze hier hun tijd. Over het algemeen is het wel een tendens dat ze op de kamers verblijven. We hebben beneden natuurlijk een tv staan, dus ze kunnen eventueel tv kijken. Coronatijd is dat wat lastiger. Maar de tendens is toch wel dat men op de kamer verblijft. Vanuit deze verblijflocaties gaan arbeidsmigranten aan het werk. Ook qua vervoer zijn er aanpassingen gedaan. Kijk, wij hebben veel auto's op de weg waar de arbeidsmigranten zelf in rijden. De arbeidsmigranten met een rijbewijs uiteraard. En daar zitten er 2 maximaal in een auto. De busjes waar normaal 8 medewerkers in kunnen, daar zitten er 4 in. Om zoveel mogelijk ook daar die 1,5 meter grens in acht te nemen. Volgens De Bruin zijn ook bij werkgevers de zaken op orde en kan er voldoende afstand worden gehouden. Omroep Flevoland wilde ook daar filmen, maar dat mocht niet. De situatie is dat er nogal een stigmatiserend beeld is over sowieso uitzendorganisaties. Maar zeker de uitzendorganisaties die alleen met arbeidsmigranten werken. Dat de regels aan de laars gelapt worden. En dat begint met van, is de beloning wel correct conform de CAO? Zijn de werktijden wel correct? En nu is het van, worden de regels wel in acht genomen? Ja, en daar is terughoudendheid bij klanten van ons om daar te gaan filmen. Ook andere uitzendbureaus wilden Omroep Flevoland niet te woord staan. Martoflexwerk was daartoe wel bereid. Wij hebben niks te verbergen en wij zijn van mening dat wij het goed doen, dat wij het netjes doen, dat wij de mensen goed behandelen als zijn het ons eigen personeel. En dan zie ik het juist als een kans. Dan zie ik het meer als een kans om te laten zien hoe het ook kan. Veldrijdster Manon Bakker uit Zwifterband gaat fietsen voor een nieuwe ploeg. Samen met andere toppers uit het veldrijden gaat ze nu op de weg koersen. Cyclisme Mondial is een nieuwe Belgische ploeg waarin Bakker een volwaardig wegprogramma kan afwerken. Ja, we hebben nu een wegteam met alle crossers van onze overkoepelende ploeg. Die maken een wegteam en dat is echt superleuk. En ja, zo kan ik wat meer op de weg rijden in de zomer. Is natuurlijk nu met de coronacrisis wel kijken hoe dat uit gaat pakken. Maar volgend jaar zou ik een zomerprogramma op de weg zullen rijden. Bakker gaat in de nieuwe ploeg samenwerken met vrouwen waarmee ze in het veld rijden de concurrentiestrijd moet aangaan. Ja, op trainingskampen zo gaan we ook allemaal met elkaar. Dus dan ben je toch al een beetje een clubje. En in de zomer zijn we dan gewoon 1 team en in de winter strijden we tegen elkaar. En ik denk dat dat ook wel heel leuk is en iets bijzonders. Dat je met elkaar traint, maar elkaar in de wedstrijden ook net zo goed kan af laten zien. En niks cadeau geeft. Dus ik vind het wel een hele leuke samenwerking. Het is een mooie uitdaging voor haar, maar het veldrijden blijft op nummer 1 staan. Nou, ik vind de weg wel het tactische spelletje wel heel leuk. Alleen ben ik vaak degene die tactisch niet zo slim is en meer rijdt en dan achteraf voorbij gesprint wordt. En bij de cross is het eigenlijk gewoon gas, een uur lang gewoon gaan. Je hoeft niet na te denken hoe of wat. En de afwisselingen van het lopen naar het fietsen, het zand, het modder,
elke wedstrijd is iets anders en elke wedstrijd moet je anders aangaan. En dat vind ik eigenlijk wel heel leuk aan de cross, de afwisseling die je hebt. Politiek Noordoostpolder maakt zich op voor een belangrijke avond. De fracties bespreken het kritische rapport van de gemeentelijke rekenkamercommissie. Met daarin de vraag, wie heeft het nou voor te zeggen? De gemeenteraad of de ambtenaren? Wat gebeurt er met het ziekenhuis, het zwembad of het centrum? Dat soort dingen wordt bepaald door het hoogste orgaan binnen een gemeente, de gemeenteraad. De raad stelt kaders en controleert of een college van burgemeester en wethouders zich bij de uitvoering daaraan houdt. Althans, zo zou het moeten zijn. Maar hier in de Noordoostpolder is dat proces verstoord. Hier is de raad afwachtend en verzwakt. En zijn het vooral de ambtenaren die de leiding hebben. Dat concludeert de Rekenkamercommissie onder leiding van voorzitter Joris van Enst. Je hoopt dat de democratie altijd op de goede manier zijn weg vindt. En dat was inderdaad wel toch een verrassing dat anders is. Maar dan is het toch goed dat er een rekenkamer is en dat er dus in ieder geval in het systeem checks en balances zijn die kunnen constateren dat we niet op de goede weg zijn. U heeft aan het licht gebracht dat het hier anders moet. Ja, zeker. Rekenkamercommissies zijn ingesteld om de gemeenteraad te ondersteunen. Een commissie bekijkt, aan de hand van verschillende onderzoeken, wat er goed gaat, wat niet en hoe het beter kan. Daarvoor worden concrete handvatten aangereikt. Toch worden de rapporten van rekenkamercommissies niet altijd met open armen ontvangen. Dit laatste rapport van de Rekenkamercommissie Noordoostpolder is daar een voorbeeld van. Met name de collegepartijen CDA en Politieke Unie zetten kritische kanttekeningen bij het rapport. Ze vragen zich zelfs af of de conclusies van de onderzoekers wel kloppen. Ze staan daarmee tegenover 4 oppositiepartijen die het rapport juist omarmen en zo snel mogelijk veranderingen willen doorvoeren, zodat de gemeenteraad weer versterkt wordt. Tijdens de eerste vergadering over het rapport werden deze tegenstellingen tussen de partijen meteen duidelijk. Wat venijnige berichtjes via Twitter maakten daarna extra duidelijk dat de sfeer binnen de gemeenteraad gespannen is en het debat verhard. Maar bij de raadsvergadering van maandagavond kunnen de raadsleden er niet omheen. Ze zullen toch echt een goed gesprek met elkaar moeten voeren over het functioneren van de gemeenteraad. Cruciaal is nu of het rapport van de Rekenkamercommissie zal worden aangegrepen om de situatie te verbeteren, of dat het zal leiden tot meer verdeeldheid en spanning. In dat laatste geval zal de positie van de gemeenteraad waarschijnlijk alleen nog maar verder verzwakken. Vanavond dus onderwerp van gesprek in Noordoostpolder. En ook wij volgen die discussie uiteraard over het rekenkamerrapport. Dit was Flevoland voor vandaag. Morgenochtend vanaf 6 uur dan zijn Joliene en Leo er met het nieuws. En ondertussen lees je alles natuurlijk op omroepflevoland.nl. Een fijne avond voor nu en heel graag tot morgen.